Suriname was de mooiste vakantie. We willen terug. Dat is de reactie die Suzette Eeltink van de reisorganisatie Suriname Holidays vaak krijgt van Nederlanders die met vakantie naar Suriname zijn geweest. In deze aflevering van de televisiespecial over toerisme praat verslaggever Sam Jones op de vakantiebeurs in Utrecht met Robbie Boulay van All Suriname Tours, Marcia Mormon van Plantage Bakkie en Suzette Eeltink van Suriname Holidays. We zijn nu heel erg bezig met het ontwikkelen van wildlife tours in Suriname. En dat is een enorm succes. We merken echt dat mensen heel verrast terugkomen en ontdekken wat Suriname te bieden heeft aan wildlife. Heeft Suriname wel wat te bieden? Want ik bedoel, er wordt vaak gezegd van ja, je ziet nooit wilde dieren. Je moet weten met wie je de jungle ingaat. Wij hebben de beste gidsen. We hebben contact met hele goede wildlife gidsen. En dan zie je ook echt wat. Suriname is heel interessant voor een Nederlandse toerist. Met name voor de natuurliefhebbers. Het is heel frappant, maar we krijgen heel regelmatig mensen terug na 3, 4 jaar die letterlijk zeggen: Suriname was de mooiste vakantie ooit, we willen weer terug. Ronnie Boulay is van All Suriname Tours. Hij staat al 5 jaar op de vakantiebeurs. Wat is zijn specialiteit? Rally van de Volksberg en zeg maar het zuidwesten van Suriname, dat is wat meest wat wij doen. Eigenlijk een beetje de verste gebieden en ook best wel prijzig. Prijzig niet zozeer, het hangt ervan af hoe je hem bekijkt, maar wel de meest actieve tripjes. Op wat voor publiek recht je nou? Op Hindustanen hier in Nederland? Om eerlijk te zeggen, krijgen wij die niet echt heel veel. Het normale publiek die eigenlijk Suriname binnenkomt als toerist, dat zijn de Hollanders, Belgen, Amerikanen. Dat is waar wij meer op richten. En hoe gaat het daarmee? Is er belangstelling? Jazeker. Ik sta er nu al 5 jaar hier op de vakantiebeurs. En dat is de plek waar wij onze toeristen vandaan halen. De enige in prachtige traditionele Surinaamse klederdracht is Marcia Mormon van Plantage Bakkie. Nou, ik heb een kotto aan. Dit is eigenlijk een biggie kotto, wat ze normaal noemen. En ik heb hem dan een beetje in een moderne versie aangedaan. Wat je ook ziet, zie je dan gewoon de tekeningen van Suriname. Dan ziet mensen ook wel dat we afkomstig zijn van Suriname. Wat is het meest unieke van Bakkie? Veel natuur, veel de dieren die je dan ziet, rust. Ja, dat oudheid van de plantage, dat is gewoon heel erg te betasten, laat ik het zo zeggen. De koloniale tijd? Ja, door de Warappa-kreek, wat we ook helemaal hebben opengehaald. En het museum die we dan natuurlijk hebben opgezet, is natuurlijk ook heel veel te zien. Het is heerlijk eten. Gewoon de mooie natuur, als je al wakker wordt met al die vogels om je heen en de brulapen, nou dan denk ik dat je dat toch ook zelf een keertje mee moet maken. Aldus Marcia Mormon van Plantage Bakkie, Robbie Boulay van All Suriname Tours en Suzette Eeltink van Suriname Holidays. Een verslag was dat van Sam Jones op de vakantiebeurs 2019 in Utrecht.